PSV vertrekt Luc de Jong naar Sevilla. Een grote transfer. Hij is eerder 2 keer mislukt in het buitenland. Gaat hij nu wel slagen? Nee, dit wordt de 3e mislukking. Waarom? Nou, omdat Luc de Jong, dat is typisch een speler die in het beperkte Nederlandse voetbal uit de voeten kan. En dan is hij een garantie voor een aantal goals. Maar ik geloof er niet in dat Luc de Jong in de buitenlandse competitie ook zal slagen. Waarom is hij mislukt bij Mönchengladbach en bij Newcastle en zou hij nu ineens moeten slagen? Ik geloof daar niet in, want hij is de afgelopen jaren echt niet beter geworden. Luc de Jong is een fysiek sterke, beperkte spits die in de Nederlandse competitie zijn goaltjes meepikt. Maar ik denk dat hij van alles tekort komt op een hoger niveau. Wie moet hem opvolgen? Geloof jij in Sam Lammers of moet Malen in de spits? Sam Lammers is wel een jongen met mogelijkheden, maar die is nog te onvolwassen en ook fysiek nog te slap, denk ik, om Luc de Jong op te volgen. En dan zou ik Malen eerder een kans geven op die positie. Ja, die is ook jong, maar bewegelijker en heeft al bij PSV in het eerste gespeeld en laten zien dat hij het kan. Eigenlijk die andere jongen die zou eigenlijk nog een jaar verhuurd moeten worden naar Heerenveen of Vitesse. Dat hij nog even wat volwassener wordt. En nu ligt de strijd om het aanvoerderschap bij PSV open. In het oefenduel tegen Sion was het zoet. Vind je dat een aanvoerder? Ja, nou ja, kijk, hij is de jongen met de meeste ervaring. Ik weet niet qua personality. Ik vind hem nou, als hij op tv verschijnt, vind ik hem niet zo sterk in zijn teksten. Het mompelt maar wat door. Maar je moet er dan op een gegeven moment moet iemand die band hebben. Hè? En ik weet ook niet wat de alternatieven zijn, want het is natuurlijk allemaal erg jong. Of ze spreken de taal niet. Dumfries heeft zich aangeboden. Ja, maar mensen die zichzelf aanbieden, daar moet je het nooit van hebben. Hè? Nee, en nu traint Afvalij mee. Jij hebt je toch ook aangeboden bij Talpa, of niet? Ja, zeker. Ja, nou ja, dat zegt alles. Ja. En nu, Ibrahim Afvalij is terug. Die hebben ze een contract gegeven, trainen al mee. Verwacht je daar nog iets van? Geen idee. Dat was een van de grootste talenten van Nederland. En die heeft het eigenlijk nooit waargemaakt. Dan moet ik erbij zeggen dat hij ook geteisterd werd door hele zware blessures. Maar bij een club als Stoke City heeft hij het niet waargemaakt. Bij Schalke 04 heeft hij het niet waargemaakt. Ik hoop dat hij op zijn oude dag nog enige waarde kan hebben. Maar ja, dat is een sprong in het duister. Van Bommel is zich al een beetje aan het irriteren over de situatie bij PSV. Hij zegt niet, dat komt niet door PSV, maar dat ligt aan de markt. En 23 juli verwacht natuurlijk alweer Basel. Snap je die irritatie bij hem? Ja, maar Van Bommel, je moest zich realiseren dat de hele voetbalwereld niet om Van Bommel draait. Hè? Hij zit bij een club waar ze niet het geld voor te uitgeven hebben. Er moet heel genuanceerd gekocht worden. En ze kunnen zich geen miskopen veroorloven. En de nieuwe technisch directeur is dus een beetje voorzichtig. En Van Bommel gedraagt zich of dat hij al een Europese toptrainer is. Waar iedereen naar luistert. Maar dat moet hij eerst nog maar eens even afdwingen. Voorlopig heeft hij het afgelopen jaar niets gewonnen. En dat was de schuld van Van Bommel. Want als je geen kampioen wordt, dan is de beker altijd een geweldige troostprijs. En die heeft hij uit handen gegeven door met een derde rangs elftal tegen RKC te spelen. Dus hij is verantwoordelijk voor het slechte seizoen zonder prijzen. Wil jij ook niets missen van Veronica Insight? Download de nieuwe Veronica Insight app.